Luisterfragment. Ik keer nu terug naar het boek Politeia van Plato. Meer bepaald naar zijn opvatting over de ideale staat. Dat houdt, zoals zoveel bij Plato, verband met zijn filosofie van de vormenwereld. die ik al heb toegelicht. Die vormenwereld impliceert dat er van alles: katten, honden, mensen. maar ook cirkels, kubussen, regenwouden, samenlevingen. noem maar op, dat daar allemaal een ideaal exemplaar van bestaat. De volmaakte gietvorm waarvan wij enkel de onvolmaakte en dus onvermijdelijk misvormde afspiegelingen kennen. En het komt er nu op neer dat onze ziel zich die volmaakte vormen moet herinneren, zo komen wij tot de kennis ervan. Vanuit die argumentatie kunnen wij nu begrijpen dat Plato ervan overtuigd was dat het ideale volmaakte model van de samenleving echt bestaat en kenbaar is. En in de Dialoog Politeia... Zet hij dat model in detail uiteen? Hij laat Socrates opmerken dat het er niet om gaat of de volmaakte staat of samenleving ooit echt gerealiseerd zal worden. Het is dus geen, als u dat leest, geen concrete blauwdruk, geen recept waarvan hij verwacht dat het zal uitgevoerd worden, maar het is wel duidelijk dat hij meent wat hij zegt. Hij zet zijn ideeën over de ideale staat uiteen naar aanleiding van een discussie over de vraag wat rechtvaardigheid is. Een typisch Socratisch-Platonisch onderwerp. Socrates, maar dus eigenlijk Plato, neemt geen genoegen met concrete voorbeelden. We moeten naar de kern van de zaak doorstoten. We moeten het wezen van rechtvaardigheid doorgronden. Net zoals we een definitie van wat een cirkel is zouden willen horen. in plaats van dat iemand ons één of meerdere cirkels aanwijst als we willen weten wat een cirkel is. We krijgen dan wel een idee van wat cirkels zijn, maar niet van wat de cirkelessentie is. Omdat het moeilijk blijkt om te omschrijven wat rechtvaardigheid precies is, of wat een rechtvaardige mens is, gaan de gesprekspartners in de dialoog op zoek naar een antwoord op de vraag wat een rechtvaardige stad of rechtvaardige samenleving is. En Plato laat Socrates allerlei noodzakelijke eigenschappen naar voren brengen en bespreken. Ze moeten een ideale stad militaire wachters hebben. Leger, zullen we maar zeggen, zodat de staat beveiligd is tegen agressie van buitenaf. De burgers, die zullen taken uitvoeren waarvoor ze de meeste aanleg bezitten vrouwen, zowel als mannen. Ik moet zeggen, hier was Plato zijn tijd vooruit. Niet dat hij een feminist was, natuurlijk, dat zou ja, anachronistisch zijn, maar het is toch opmerkzaam dat hij van mening was dat vrouwen in zijn ideale staat gelijke kansen als mannen moeten krijgen. In die ideale samenleving is de bevolking verdeeld in drie maatschappelijke klassen. Je hebt werkers, zoals ambachtsmensen en de boeren. Je hebt wachters die dus die een militaire opleiding krijgen en je hebt heersers. En de heersers die worden geselecteerd uit de beste wachters. U begrijpt en dat is een onderwerp van discussie dat die wachters natuurlijk daardoor veel macht hebben. Dus moet ervoor gezorgd worden dat ze die niet misbruiken. En nu, redeneert Plato, dat zal geregeld worden in die ideale samenleving door ervoor te zorgen dat de wachters samenleven, geen eigendom bezitten en dat ook hun vrouwen en kinderen gemeenschappelijk zijn. Er zal strenge controle zijn op hun lichamelijke training, maar ook, en ik wees daar al op, op wat zij lezen, wat ze bestuderen, dus die verhalen weet u nog, en zelfs op de muziek die ze beluisteren. Er is een heel stuk over de muziek. In de ideale samenleving, Plato staat daar redelijk argwanend tegenover. Alles wat de wachters van het rechte pad kan afbrengen, moet verboden worden. Dus ook muziek, zegt hij, ja, dat kan mensen ja, zo wat frivol maken en zo. Het is zo zoals die kritieken die in de jaren 40, 50 op rock en roll en zo gegeven werden door sommige conservatieve mensen. Wel Plato zou dat goed begrijpen. Dus hij bepleit censuur, hij heeft schrik dat alles wat modern is ondermijnend kan werken. Ook Homeros, ik zei het ook al, deugt niet voor Plato. Hij wil eigenlijk de dichters en de verhalenvertellers bannen uit zijn ideale staat. Ze hebben te veel macht. Zie bijvoorbeeld hoe verhalen en toneelstukken, weet u nog, over Socrates misschien mede tot zijn terechtstelling hebben geleid. Dus Plato begreep zeer goed de kracht van verhalen. Het is een probleem natuurlijk tot op heden, hè? Wij kunnen misschien intuïtief denken, ja, die Plato is toch maar conservatief om zo voor censuur te pleiten en zo. Maar goed, wij hebben ook dat probleem niet waar. Wat doen wij met hate speech bijvoorbeeld? Met fake news en zo. Met holocaustontkenning en gaan ze maar door. Wij denken daar ook over na dat niet zomaar alles met kwetsende kunst enzovoort. Je kunt wel voor de vrije meningsuiting zijn, maar toch, de meeste mensen zullen wel herkennen dat daar bepaalde grenzen aan zijn. Dus kijk, Plato heeft reeds die discussie geopend.